zo gek mogelijk oversteken. Het is even wennen, maar deze kinderen vinden het zebrapad ineens een stuk leuker. Ik vind het wel grappig en ik vind het ook leuk dat je je benen zo hoog kan doen. Ik vind het speciaal omdat er zijn geen andere verkeersborden in Spijkenisse die er zo uitzien. Ik vind het wel heel leuk en voor mij mag het ook op andere plaatsen. Dit is de bedenker van het nieuwe verkeersbord. Hoe komt u op het idee? Ja, het idee dat was gewoon ontstaan. Ik zat op YouTube te kijken samen met mijn zoon naar filmpjes van Monty Python. En daar zagen we John Cleese, The Ministry of Silly Walks. Silly Walks, gekke loopjes. En ik dacht, dat moeten we in Spijkenisse hebben. Nou, ik werk bij de gemeente Spijkenisse, dus ik dacht, wij gaan een oversteek maken waar we voortaan grappig moeten oversteken. En dit is dus zijn bedoeling, met de Silly Walk, een dom loopje dus, het zebrapad over, net als in het YouTube-filmpje. De kinderen zien het filmpje voor het eerst en kijken de kunst af. Je benen zo hoog mogelijk in de lucht en dan gaan wandelen. Belangrijk, er vooral niet bij lachen, strak voor je uitkijken. En dat gaat dus al een stuk beter. Je linkervoet moet je dan meeslepen. Dan moet je je linkervoet weer achter je rechtervoet en dan je voet omhoog en dan weer slepen. Maar dan moet je het tweede stukje ook weer achteruit en dat is heel lastig. Ook veel andere mensen die het bord zien doen het loopje meteen na. En dit is de wethouder van Spijkenisse. Hij heeft het plan voor het bord goedgekeurd. Komen er nog veel meer van dit soort zebrapaden in Spijkenisse? Dat gaan we nog even bekijken. Want het is best spannend en het zou toch wel erg leuk zijn als we dat in heel Nederland kunnen uitrollen. Voorlopig blijft het dus bij dit zebrapad. En de automobilisten zullen hier voortaan wat langer geduld moeten hebben. Want een goed uitgevoerde Silly Walk kost natuurlijk tijd. Ik vind het wel leuk. Ik zal volgende keer ga ik het ook doen. Dus. Prijzen zijn er nog niet voor de beste Silly Walks van Spijkenisse. Maar deze zouden misschien best in aanmerking komen. Toch?